In tijden van crisis staan echte leiders op. Dat is althans een populair vooroordeel. Winston Churchill bijvoorbeeld was een van de meest bewonderde leiders in de 20e eeuw. Hij straalde vertrouwen en overwicht uit, had een eenduidige boodschap, we will never surrender, en dat in oorlogstijd, terwijl het volk in wanhoop verkeerde. Datzelfde volk koos echter, toen ze voor een andere uitdaging gesteld werd, de wederopbouw direct na de overwinning, voor een andere leider. Churchill werd bedankt voor de moeite. Niet alle leiders hebben een crisis nodig en niet alle crisis brengen het beste in leiders naar boven. Zeker als die crisis niet van buitenaf komt. Het is altijd makkelijker tegen een gezamenlijke vijand te vechten dan tegen een vijand in eigen gelederen. U zou haast zeggen, jammer dat de marsmannetjes ons niet aanvallen. De huidige economische crisis is tevens een leiderschaps- en mentaliteitscrisis in een samenleving die snel verandert. De uitdagingen waarmee leiders in organisaties momenteel worden geconfronteerd, zijn eveneens omvangrijk en complex. De afgelopen twee eeuwen is de westerse maatschappij in een duizelingwekkend tempo veranderd. De economische groei heeft geleid tot schaalvergroting, tot fusies en strategische allianties. Tegelijkertijd groeit het besef dat centrale sturing geen recht doet aan lokale verschillen en is er een tegengestelde beweging in de richting van kleinere organisaties van organisatie-eenheden. Zeggenschap ligt lager in de organisatie, bestuurders staan meer op afstand. Hoewel medewerkers meer zeggenschap en meer mogelijkheden hebben gekregen om zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen, worden ze tegelijkertijd ook meer dan ooit op hun prestaties afgerekend. In het jargon van deze tijd heet dat beoordelingsgesprekken, meetbare doelstellingen, prestatieindicatoren, competentieprofielen en prestatiebeloning. Teams moeten zelfsturend zijn, maar ook resultaatverantwoordelijk. Leiders dienen niet meer alleen een organisatie draaiende te houden, maar ook te inspireren, een visie uit te dragen en de condities te scheppen waarbinnen mensen op een zinvolle manier kunnen werken. De hedendaagse manager heeft de keuze tussen revolutionair zijn of overbodig zijn. Welkom dus bij de revolutie, de strijd om pal te staan voor de toekomst, die het onbereikbare bereikbaar moet maken. De roep om verandering is een uitdaging aan het adres van het status quo. We gaan van het industriële tijdperk naar het tijdperk van het talent. Van de massa-economie naar de creatieve economie. Van de wereld is onze kolonie naar de wereld is een dorp. Als men de West-Europese manager echter vraagt wat hij vindt van de performance en het functioneren van zijn bedrijf, dan krijgen we als antwoord dat deze weinig flexibel en weinig daadkrachtig is. De top 5 oorzaken die worden aangehaald zijn 1. Management blijft te lang zitten en slaapt langzaam in. 2. More chiefs than Indians. Gewoon te veel managers. 3. Loonslaafhouding bij mensen die moeten ondernemen. 4. Niet flexibel. Zo hebben we het altijd gedaan, dus gaan we niet veranderen. 5. Naïef optimisme. Morgen zal alles beter gaan. Organisaties zijn in de 20e eeuw gaan lijken op mammoettankers. Ze liggen diep in het water en hebben een grote draaicirkel. Ze zijn sterk en stabiel, maar ook log en traag. Bedrijven hebben, om concurrerend te kunnen zijn in de 21e eeuw, behoefte aan revolutionair leiderschap en aan revolutionaire businessmodellen. De toekomst van een bedrijf ligt in de handen van de visionaire leider. Deze visionaire leider zal de regels van het spel moeten veranderen. Topmensen in een bedrijf moeten zichzelf tot revolutionaire transformeren als ze het risico willen vermijden dat ze door hun concurrenten worden uitgeschakeld of opgepeuzeld. De sleutel van het succes van winnende bedrijven ligt in het vergaren van creatief intellectueel kapitaal. Bureaucratische systemen zullen moeten plaatsmaken voor broedplaatsen waar samenwerkingsverbanden en verbluffende projecten welig tieren. Het belang van visionair leiderschap, creatief intellectueel kapitaal en radicale innovatie wordt steeds evidenter. De dagen van de algemeen directeur die in zijn rol van beheerder van de organisatie de inspanningen van de vele medewerkers niets anders kan coördineren dan door angstvallig vast te houden aan een strakke hiërarchie, zijn geteld. De toekomst is aan de entrepreneur die een team van scherpe geesten inspireert en motiveert, hun verbeelding prikkelt en hun radicale innovaties mee ondersteunt. De toekomst is ook aan de executive coach om miljoenen leidinggevenden deze toekomst mee mogelijk te maken. Overal zullen topmensen tot de constatatie komen dat de ouderwetse managementwapens ontoereikend zijn om het team van de toekomst, het team van getalenteerde mensen, te begeleiden. Er bestaan echter nog veel misvattingen over executive coaching,
De belangrijkste is waarschijnlijk: coaching is voor losers. Het is de laatste strohalm voordat iemand eruit vliegt. Als ik mijn coachingsaanpak bij bedrijven introduceer, plant ik de zaden voor een coachingscultuur door verhalen te vertellen van sportieve helden. Hoe zouden zij tot deze topprestaties kunnen gekomen zijn zonder coaching? Nee, coaching is voor winnaars, niet voor losers. Wat is executive coaching dan? Het is niets anders dan het bereikbaar maken door de coach en de cliënt van onbereikbare doelen. Deze doelen kunnen alleen bereikt worden door een revolutionaire aanpak. Een die is gebaseerd op persoonlijke en organisatorische vernieuwing. Een revolutionaire aanpak om leiders te helpen de overgang te maken van het management van een organisatie naar het tot stand brengen van een geweldig team waarin elk individu de vrijheid vindt om zijn persoonlijke talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Winnende leiders realiseren zich intuïtief dat hoe hoger je de lat legt, hoe meer ze behoefte zullen hebben aan coaching. De reden hiervoor is dat winnende leiders beseffen dat ze bij het verwezenlijken van onbereikbare doelen grote kans lopen door hun eigen blinde vlekken en tekortkomingen gestuit te worden. Dit soort leiders neemt ondanks hun zelfverzekerd voorkomen een nieuwsgierige, bescheiden en lerende houding aan. Winnende leiders hebben behoefte aan een winnende coach. Een coach die het ook noodzakelijk vindt om ambitieuze doelen na te streven. Een coach die zijn cliënt feedback zal geven met de niets ontziende compassie die nodig is om baanbrekende resultaten en persoonlijke doorbraken te realiseren. Executive coaches kunnen winnende leiders met hun revolutie helpen. Er breken spannende tijden aan.